Welkom bij In Gesprek Met. En vandaag is mijn gasten Margot van Dijk. Margot, welkom. Goedenavond. Wat leuk dat jij hier te gast bent, want een Sochi-ganger die heb ik niet iedere dag hier aan tafel. Coach van Jelena Peters, in België ben je nu zeg maar bondscoach van de dames. Van de dames, ja. Vertel, hoe was die beleving in Sochi? Geweldig. Ja. Het was inderdaad wat je zegt, een beleving. Ik heb van veel collega's gehoord en mensen die daar vaker Olympische Spelen meegemaakt hebben, dat dit wel de best georganiseerde Spelen waren tot nu toe. Daar kan ik niet over oordelen, maar het was inderdaad formidabel geregeld. Alles klopte. We hadden ook nog 3 weken prachtig weer. Dat speelt natuurlijk ook een rol. Je hebt aan de rechterkant van je huis waar je op dat moment woont, heb je op 200 meter heb je de Zwarte Zee. En als je uit je raampje kijkt, dan kijk je naar de Caucasus. En dat is wel heel speciaal, moet ik zeggen. Ja, nou, ik heb burgemeester Rombouts mogen interviewen toen hij in Sochi was. Dus enige beelden hebben we wel gezien. Ja. Maar ja, ik kan me ook zo voorstellen dat dit het summum is dan voor jou. Ja, ik heb in principe ook nog niet zo heel veel meegemaakt. Want ik heb altijd jeugd getraind en pubers. En heel veel in het opleiden ben ik bezig geweest. En per toeval komt er een dame bij je schaatsen waarmee je een hoog niveau kunt halen. En dan, ja, dan word je eigenlijk als het ware een beetje in het diepe gegooid. En je komt ineens op alle grote World Cup wedstrijden en op WK's en EK's. En ja. Dat was al heel erg mooi natuurlijk. En een mooie belevingen. Maar dit is inderdaad wel iets aparts. Even de oorsprong van Margot. Want jij bent, per slot, kom je uit een bos? Ik ben een boskoek. Ja, dat klopt. Vertel eens, hoe zag jouw jeugd eruit? Ja, mooi, hele mooie jeugd gehad. Dankzij ook mijn ouders. Heel veel gesport. Met kunstschaatsen begonnen. Met 17 jaar gestopt. Toen ben ik overgestapt per toeval op het hardrijden. Omdat er de lange baan schaatsen. Ja, lange baan schaatsen. Omdat de IJzeren Man die lag dicht. En ik zeg tegen mijn vader, ik zou dat wel eens willen proberen. Nou, schaatsen gekocht. En daarmee begonnen. En dat ging best aardig. Ik kwam wel behoorlijk wat talent tekort. Maar door heel hard werken ook in de subtop een beetje mee kunnen draaien. Ja, je hebt NK's nog gereden. Ik heb nog wel eens NK meegereden. Ja. En ook op, in die tijd alles een beetje meegemaakt. Ik had ook trainingskampen in Insel. En ik zat ook in het voor-Olympisch jaar in Insel. Want dat was dan het mekka van Place to be. Ja. En ja, daar zie je ook Guljajev en Zelesovski en weet ik het allemaal. Dus je maakt het allemaal al wel een beetje mee. Ja, en dat was, even voor de duidelijkheid, nog een tijdperk van voor de klapschaatsen. Ja, was voor de klapschaats en ook geen overdekte ijsbanen. Dus dat was nog echt bikkelen. Ja, dat was en nog soms met de Hatschiefjes en de Seagulls en de Emingers en noem het maar op. Ja, ja, in die tijd. Bijzondere tijd eigenlijk toen. Als je dat nu afzet, hè, er worden tijden nu gereden. Hè. Recentelijk hebben we natuurlijk nog de WK in Heerenveen gehad. Ja. En soms zie je dan tijden voorbij komen die eigenlijk niet zo spectaculair zijn. Hè, boven de 2 minuten, de 1500 meter. Terwijl dat zeg maar in de periode, zeg maar net die wisseling, hè, van Heerenveen, 87, 88. Toen werden dat soort tijden ook al gerealiseerd. Ja, als je kijkt naar 88, dan kom je op de baan in Calgary. Ja. En dan heb je dus Van Gennep. Ja. En die reed toen een 4.11. Ja, en op de 3 kilometer. En een 7.14. Ja. En dat was wel zonder klapschaats, maar dat was wel overdekt en weinig luchtweerstand. En een baan waar dus heel hard gereden kon worden. En voor die tijd waren de tijden toch wel een stuk minder, moet ik zeggen. Ja, maar dan was het ook outdoors. Ja. Ja, hè, dat is natuurlijk een groot verschil. Ja. Almaty had je natuurlijk nog. Hè, dan had je die wind. Die wereldrecords die waren ook nooit officieel, hè? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Nee, niet officieel. Maar nee, die werden niet. Ja. Maar ja, toen werd er al hard gereden, natuurlijk. Toen werd er ook al hard gereden, ja zeker. Ja. En in die periode, we gaan eigenlijk van, we vliegen van alle periodes, maar in die periode was er ook eigenlijk voor het eerst dat er werd gesuggereerd dat er een aantal Russen doping hadden gebruikt. Guljajev is daar een voorbeeld van. Heb jij daar zelf als actief schaatser ooit iets van meegekregen dat dat gebeurde? Nee. Oké. Ik weet nog wel dat, zeg maar, daarna was er een, na zijn, dus 88, 89,
werd hij ook door het Noorse publiek werd Guljajev uitgefloten. Want dat was eigenlijk de eerste die in verband werd gebracht met doping. Ja. Goed, nu heb jij zeg maar de ploeg van België, de damesploeg. Maar daarvoor heb je voor het gewest Brabant-Limburg als coach. Hoe is dat eigenlijk gegaan, van actief schaatsen naar coaching? Ik ben nadat ik gestopt ben, ben ik meteen begonnen met de trainerscursussen. Je hebt er drie, jeugdschaatsleider, trainer A, trainer B. En trainer B-cursus, die verzorgde destijds Harm Kuipers en Henk Gemser. Harm Kuipers was ook meer zeg maar, de goeroe van allerlei schema's en... Het is een professor. Ja. Ik bedoel, en het is een professor die hele moeilijke dingen heel eenvoudig kan vertellen. Zodat ik het ook begrijp. Ja, maar het is wel heel belangrijk. Want als trainer, je moet geen dingetjes zelf gaan verzinnen. Je moet wat in de boeken staat, daar moet jij een leuke draai aan geven. En daar moet jij heel goed bewaakt mee omgaan. Dus, doe je dat nu nog steeds? Wat? Die theorieën die... Ja, daar wijk ik ook nooit van af. Nee? Nee, daar zijn wetmatigheden in de sport. En daar mag je eigenlijk niet van afwijken, vind ik. En dat doe ik ook niet. Nou, maar het blijkt dat het heel succesvol is. Want hè, in die ploeg, hè, toen je voor het eerst zeg maar, als coach, trainer-coach fungeerde van Brabant-Limburg, daar kwam Irene Wüst. Ja, eigenlijk in het kader van die B-cursus. In die tijd waren er weinig ploegen in Brabant-Limburg. En toen heb ik gevraagd aan de opleiders van, mag ik eens wat talenten zoeken en daar zelf mee aan de gang gaan. En dat was Karin Kleibeuker, Frauke Oonk en het zusje Irene van... Wüst. Nee, dat was het zusje van Frauke Oonk. Oké. Okay. En die heb ik toen een paar jaar zeg maar opgeleid. Nou ja, die stromen dan door. En dat was vrij goed gegaan. En toen heeft de moeder van Kleibeuker, die is nog jarenlang voorzitter geweest, ook toen de dochter al lang weg was. Een van de weinige ouders die dat zo lang volhouden. De meeste die stoppen dan ook. Ja. Maar daar met haar heb ik heel veel samengewerkt en heel veel opgezet in Brabant-Limburg. En toen zijn wij dus een jeugdploeg gaan beginnen. En die ploeg die bestond op een gegeven moment uit 15, 16 kinderen. En daar zat Irene Wüst bij. En wat deed ik met die kinderen? Puur techniek. Trainingen en ook weer dat opleiden daarvan. En die moesten in die tijd, die maakten in die tijd al een logboek. Hè? Niet met hartslag en dat soort zaken, maar met wat heb je voor een technische aanwijzing gehad, individueel. Wat voor technische aanwijzingen heb ik in zijn algemeenheid aangeboden. En dat schreven die allemaal op. En iedere drie weken had ik 16 schriftjes. Dan zat ik een hele donderdag die schriftjes na te kijken. Dat was echt cool. Dagwerk. Nou, en dan kregen ze die weer terug en dan meteen in die schriftjes kijken. En dat is nog wel een leuke anekdote misschien. Maar in ieder geval... Je plakt er ook een plaatje bij dan. Nou, dat deden ze zelf. Oh. Want Wüst had bijvoorbeeld een schriftje met een spiegeltje erop. Ja, je weet wel, zoals meisjes een agenda bijhielden. Nou, dat had zij dus van... Welke leeftijd zaten ze toen? 12, 15, een beetje in die tijd. Ja. Ja. Daarna is Wüst natuurlijk heel snel doorgebroken op vrij jonge leeftijd. Ja. Kleibeuker, die hebben we nu pas recentelijk weer gezien, maar die heeft een tijdje zeg maar in de luwte geschaatst. Ja. Volgens mij marathon zelfs. Ja, die is op een gegeven moment marathons gaan schaatsen. En ze belde me 2 jaar geleden op en ze zegt, kijk, we hadden toch af en toe nog wel eens wat contact. Ik zou toch nog eens graag die Olympische Spelen schaatsen, 5 kilometer. Wat denk jij, kan ik dat? Ik zeg, nou, dat kan jij wel. Ja, dat dacht jij. Iemand die een droom heeft, die ga je niet zeggen van... Nee. Dat kan je niet, maar ik wist ook wel, kijk, die heeft zo'n talent voor die lange afstand. En ik was toevallig in dat seizoen in Enschede op trainingskamp en daar was een marathon waar zij aan meedeed. En ik zag die schaatsen, dat was gewoon echt niet normaal. Gewoon 70% van de wedstrijd op kop, maar ook flink beuken. Op kop. He? Dus niet rondjes 3:34, nee, dan waren rondjes 30:31. Ja, dat was echt niet normaal. Dus, dus ik had dat gezien en ik zeg, begin er maar aan. En toen is ze een paar keer naar Limburg gekomen, samen met Jelena getraind.
in de heuvels. En ja, die is haar eigen weg gaan zoeken. Want dat is een beetje fout gegaan in het verleden met haar. Kijk, dat is toch een dame met ja, je hebt mensen die zitten graag in een groep en je hebt mensen die zitten niet zo graag in een groep. En dat wordt soms wel eens niet goed begrepen. Nee. En met name die mensen die niet graag in een groep zitten, die vallen daar dan buiten. Ja. Snap je? En ook omdat ze niet begrepen worden en ze zijn einzelgangers en zo. Voilà, en dat is het verhaal. En dat is bij haar ook. En nu heeft ze haar eigen weg gekozen. En heel af en toe kreeg ik eens een mail. En dan was het, dan vroeg ze gewoon advies. Je moet je ook niet opdringen bij die meiden. Als ze wat vragen, geef je advies, klaar. Nou, en dit jaar derde brons. Ja, dat is uniek. Ja, dat is best wat uniek. Is dat met die dames die schaatsen en moeder worden? Want ik heb het nou al een paar keer gezien en gehoord. Ja, gaan ze in één keer beter schaatsen? Nou, ik denk, het is natuurlijk ook wel een individuele sport. En wat ik net al zeg, met die groep en uit die groep. En het is een eng wereldje. Ja? Misschien wel een beetje. En daar moet je ook niet te zeer in verweven raken. Want daar ga je niet beter van schaatsen, denk ik. Okay. Je moet een beetje die vrijheid en dat, behouden of dat zoeken. Doe jij nu met Jelena Peters, hè? Want je bent nu bondscoach van de damesploeg in België. Ja, er zijn alleen niet zoveel dames, maar goed. Nee. Nou ja, het staat toch mooi. Ja, en per slotvereniging is het wel een subtopper. Als je tiende wordt op 10e, 11e is ze geworden? Ja, ze is de 12e geworden op de 3 kilometer. Ja. Ze is nu in haar derde schaatsjaar. Voor die 3 jaar heeft ze 3 jaar fulltime gewerkt. Ze heeft een masterdiploma in de zak. En per toeval gaat zij schaatsen. En na 3 jaar staat ze op de Olympische Spelen. Ja, dus ik verwacht dat het een topper kan worden. Ja? Ja. Maar hoe kwam de Belgische bond bij jou? Nee, zij is zelf bij mij gekomen. Ik trainde op dat moment 4 sprinters, 4 jongens. En, welke sprinters? Dat waren gewestelijke sprinters. Dat was bijvoorbeeld Jeroen Gruijs. Gewoon hier in Nederland dus? Ja, gewoon hier in Gelenen, in Eindhoven, waar ik altijd zat. Ja. En meisje, krulletjes, brilletje op. Ja, ik zoek een trainer, zou ik bij jou mogen komen trainen? En ja, ze was mij nog niet echt opgevallen. En, ja, die jongens reden allemaal onder de 40 seconden. Dus die konden toch wel een potje schaatsen. Kunnen redelijk uit de voeten. Ja. Dus uiteindelijk van, kom eens een keertje dan bij mij thuis. En dan zal ik eens uitleggen wat schaatsen is. Want haar verleden is inlineskaten. Ja. En ik heb gezegd, dan kom maar eens een keer mee trainen. Ja, en dat ging zo snel. En dit is eruit gekomen. Maar wat goed. Langzamerhand begint er in België ook wel iets te ontstaan. Hè? Ook bij de heren. Die twee broertjes die zeg maar het vrij goed doen. Hoe gaat dat nu? Wordt daar vanuit de Belgische media nou ook zeg maar meer aandacht aan geschonken? Wordt er gek? Nee. Je kunt niet meer over straat daar. Nee, maar sinds zo'n Olympische Spelen verandert er wel iets. De tv en de kranten en dat soort zaken. Ja, het komt allemaal wel op je af. En vooral ook op haar. Zij is toch een type meisje wat dat niet zoekt. Nee. Die aandacht die hoeft voor haar niet zo. Maar ja, goed, het hoort erbij. En daar moet ze ook mee leren omgaan. En het moeilijke is dat zij nu dus zeg maar op een... Kijk, zij zit in een proces. Ja. En al die dames die daar schaatsen, dat zijn, noem ik maar, producten. He, die zitten allemaal bijna aan hun plafond. Terwijl zij volgens mij nog lang niet aan haar plafond is. En zolang je in zo'n proces zit en je moet tegen die kanjers schaatsen, dan het is geen eerlijk vergelijk. En dat wordt wel eens vergeten. En dan is die vraagstelling ooit een beetje lastig. Ja. Dat ik denk, maar goed, waar zie jij haar dan? Want gaat ze nou meer focussen op het allrounden? He, want zo'n 1500 meter zou zij eigenlijk toch ook wel wat meer uit kunnen halen. He, wat vlakker kunnen rijden. Ja. Of ga je ze toch op die 3 kilometer specialiseren? Nou, ik denk dat haar specialiteit op de 5 ligt. De 3 ook. En de 1500 kan ze inderdaad ook rijden. En die 1500 die is belangrijk om zeg maar overload te hebben in je lange afstanden. Ja. Dus dan heb je gewoon wat meer snelheid. Waardoor die lange afstanden op een gegeven moment wat makkelijker gaan. Ja. En die 1500
Ik denk dat ze die ook wel... Ja, ze heeft al een 1,57 gereden. Ja. Nou, best wel een goede tijd. Maar je zou eigenlijk verwachten dat ze vlakker kan rijden dan, hè? Ja, maar als je kijkt afgelopen WK, wordt ze 9e op de 3 kilometer. Ja. Ja, ik denk niet dat ik iemand ooit zo vlak heb zien reizen. Nee, maar ik bedoel, ja? Op de 1500. Ja. De 1500, daar zie je dan, dat opening is dan, zeg maar, niet helemaal... Ja, maar haar laatste rondje is altijd goed, hard. Ja. Is altijd hard. En, wat zeg je dan tegen, hè? Zij heeft dan toch een prima seizoen gehad. Ja. Hoe ga jij nou met haar verder? Wat zijn nou, zeg maar, voor jou de speerpunten? De 1500 meter, dat blijft een trainingspunt toch... voor de snelheid, voor de lange afstanden. Ja, okay. En de komende 2 jaar wordt er gewoon allround getraind. Okay. Ook misschien de sprint een beetje aanscherpen, maar we hebben daar geen tijd voor gehad. Nee. We hebben helemaal geen tijd om op 500 meter te trainen. Want ze heeft eerst moeten leren schaatsen. Precies, ja. Ze moet leren hoe ze wedstrijden moet rijden. Nou heeft ze dat vrij snel door, want ja, ze rijdt super vlak. Ja. Ze kan haar races al heel goed indelen. Dus ja, dat voelt ze heel goed aan. En dan ja, de specialisatie op de 3 en de 5 kilometer. Na de volgende Olympische Spelen, ja, toe. Nou, heel leuk. Even tot slot. Jij blijft de komende 4 jaar dan ook, zeg maar, haar begeleiden naar die Olympische Spelen? Ja, als wij ondersteund blijven door de Belgische staat. Want daar komt het uiteindelijk, ja, vandaan. En dat gaat dan naar Blozo. Blozo is een beetje NOC-NSF in het, ja, Nederland. Daar worden wij door ondersteund. We zoeken nog een paar kleine sponsors. Dat hoeven geen... Kijk, als je die namen ziet... Die mogen we dan niet noemen natuurlijk. Nee, dat mogen we niet noemen. Maar kijk, zo'n plaats kun je als het ware kopen. En dat is niet eens zo duur. Nee. Nou, misschien iets voor jouw broer, die een ondernemer hier is. Robert? Of jouw broer die zelf een restaurant heeft. Ja, hè? Nou ja, wie weet. Je weet maar nooit, hè. Maar ja, die doet al een tennisclub, geloof ik. Ja, een heel goed tennisteam doet hij. Ja, daar moet hij ook maar flink bij blijven. Ja, hè? Okay. Margot, hartstikke leuk dat je bent geweest. We zijn reuze trots dat wij in Bossen, zeg maar, op de Spelen hebben gehad. Ja. En we blijven je volgen. En ik hoop dat je nog een keer terugkomt. Dat zal ik doen. Nou, dankjewel nogmaals. Jullie ook bedankt. Dit was In Gesprek Met. Vandaag was mijn gast Margot van Dijk. Graag zie ik u volgende week weer terug bij een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. Natuurlijk op Bostillon TV. Tot dan. Nou, hartstikke leuk.